Goedendag. Wisselvallig weer is het in Nederland. Er levert soms pittige buien op die veel water brengen, vanmiddag mogelijk ook onweer. Ja, en soms dus ook grote plassen in delen van het land viel al meer dan 15 mm. En soms valt er geen neerslag, dan zijn er woeste luchten te zien zoals hier aan het strand in Zeeland. Af en toe breekt ook wel de zon door. De komende dagen, ja, het blijft toch wel wisselvallig weer. Dit zijn bijvoorbeeld de buien nog eventjes van deze ochtend. We zien hier weer een pittig buiencomplex vanuit het zuidwesten binnenkomen, schuiven richting Limburg. Nou, vanmiddag komen er meer buien tot ontwikkeling. Dat kunnen buien zijn die gepaard gaan met onweer. En op sommige plaatsen gebeurt helemaal niets. Zien we alleen een afwisseling van wolken en opklaringen. Ja, wisselvallig weer dus. Een west-noordwestelijke stroming. Daar hebben we momenteel mee te maken. En die buien die lijnen af en toe mooi op en trekken dan over het land. Morgen ziet het er net wat rustiger uit. Dan zonnige momenten. Af en toe wel wat wolken, maar wel op de meeste plaatsen droog. De dagen erna toch echt nog wel wisselvallig. Hoor woensdag weer meer buien. En op donderdag zien we een storing vanuit het westen dichterbij komen. Die storing gaat donderdag passeren. Dat betekent een bewolkte dag en ook een regenachtige dag. En zoals het er nu naar uitziet, gaat op vrijdag dan vervolgens nog deze golf tot ontwikkeling komen. En die trekt dan ook over het land. Kortom, dat kan ook wel eens een, een natte dag gaan worden. Vanmiddag een aantal forse buien. Met kansen op onweer. Buiten de buien om is er ook wel wat ruimte voor de zon. En kan de temperatuur oplopen naar zo'n 19 tot 22 graden. Overigens zijn er ook wel windstoten mogelijk en kan het hier en daar gaan hagelen. Betekent ook een code geel voor de oostelijke helft van het land. En dan noem ik Brabant in dit geval ook er nog even bij. Ook daar staat een waarschuwing uit voor die buien. Vanaf 6 uur wordt de waarschuwing waarschijnlijk ingetrokken, zullen de meeste buien weer voorbij zijn. Morgen valt het op zich wel mee met die buien. Er kan her en der een enkele regenbui vallen. Maar vaak is het toch gewoon uh, ja, droog met zonnige perioden. Alleen de aangevoerde lucht is wat koeler. En dat betekent dat de middagtemperatuur niet veel verder komt dan 18 tot 20 graden. Net als vandaag, een wind uit west-noordwestelijke richting die matig is. En dan de dagen erna, woensdag ook nog wel een enkele bui. Donderdag en vrijdag. Dat zijn dan die dagen die bewolkt en nat gaan verlopen. De temperatuur blijft op zich wel vrij hoog. Vooral vrijdag of vooral donderdag kan het ook fors waaien aan zee. Dat kan echt een vrij krachtige tot krachtige wind komen te staan. Verder boven land een meest matige wind. Zaterdag nog een enkele bui. En ook zondag houden we het waarschijnlijk niet overal droog. Waarbij de temperatuur zo rond die 22 graden blijft. En zien we dan veranderingen op termijn nog even snel naar de plaats. Kijken. Nou, u ziet het al. Ook in de week daarna blijft die temperatuur tussen 20 en 23 graden. Echt veel warmte zit er voorlopig niet in. Ook kou lijkt ver weg. Het is allemaal een beetje doorkabbelen. Nog een fijne dag.